Wie kan er nog zonder internet? Of het nou gaat over je werk, of het gaat over ontspanning, het gaat over huiswerk van de kinderen, het volgen van het nieuws. Het heeft het leven in heel veel opzichten echt gemakkelijker gemaakt. Maar dan moet je verbinding het wel doen. Niks zo vervelend als een internetverbinding die eruit klapt als je precies met je belastingaangifte bezig bent of als je een belangrijke e-mail moet versturen. Daarom vinden we de stabiliteit van internetverbindingen ook zo'n belangrijk onderdeel van onze provider-test. Iemand die veel problemen heeft met de verbinding van zijn internet is André van Duin. Hij woont samen met zijn gezin en zijn schoonmoeder Riet in Den Haag. Maar zijn provider lijkt hem niet erg serieus te nemen. Komt misschien door zijn naam. We zijn onderweg naar de beste en de slechtste provider. Berucht is natuurlijk de helpdesk. Nou schijnt het met de klantvriendelijkheid van die helpdesk-medewerker nogal mee te vallen. 6,7 is de laagste score. Maar dan moet je ze wel eerst aan de lijn zien te krijgen. De vriendelijkheid van de helpdesk is belangrijk. Wachttijd is belangrijk. Maar wordt je probleem eigenlijk wel opgelost? Want stel dat je lang hebt moeten wachten, maar het probleem bestaat nog steeds, dan is het pas echt frustrerend. Op dit punt scoren providers dus niet al te best. Maar er is nog een belangrijk onderdeel, administratieve wijzigingen. Hier krijgen we al jaren klachten over, of het nou gaat over facturering of over verhuizingen. Aanmelden is simpel, maar opzeggen? En soms maken de providers het wel heel erg bont. Zoals bij Dave Gelders uit Stijn. Wat is het verschil tussen de beste, Access for All, en de slechtste, Telfort? Dag, Antoinette Hetzenberg. Welkom bij Access for All. We gaan het vragen. Antoinette Hetzenberg. Robin Clemens, goedemorgen. Ja. Welkom bij Telfort. Vorig jaar heeft Telfort nog uitgebreid bij ons in de studio gezeten. Toen waren er ook veel klachten over de helpdesk van Telfort. Nu bungelt u nog steeds onderaan. Ja, nou, ik denk dat daar belangrijk is om te kijken waar we vandaan komen. We hebben vorig jaar ook bij jullie gezeten. Als je kijkt, hè, en ik zie dat terug in de cijfers, maar als je kijkt waar we vandaan komen, dan vind ik wel echt dat we een hele grote stap hebben gezet. Wij vroegen mensen wat ze vonden van de stabiliteit van uw internetverbinding en u kreeg een 8,1. Hoe kan dat nou dat uw internetverbinding zo stabiel is? Nou, uiteindelijk is alles stabieler. Dus dat komt tot uitdrukking in de techniek, maar het zit met name in de mensen en de kennis. En weet je, dat vertaalt zich in techniek, maar het komt door de mensen. Dat zie je wel, denk ik, terug in jullie hele onderzoek. Is degene met de meeste ervaring, die doet het gewoon het best. Access for All is het oudste internetbedrijf van Nederland. En die kunnen dat heel goed. U bent ook wel duurder dan de meeste anderen, hè? Dat klopt. Ja, ja. Zitten echt beduidend boven. Soms twee keer zoveel als providers die in de middenmoot terechtkomen. Mm-hmm. Maar wij zeggen dan, dat is een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Bij ons krijg je ook echt alles voor een vaste prijs. En daar zit in e-mail, daar zit in gratis virusscan, daar zit in 900 hotspots in Nederland waar je gratis kunt internetten. Daar zit in een zeer goed modem, daar zit in een monteur die echt weet waar die over praat als je bij u in huis komt. En daar zit een internetvraagbaak bij in, waar we net mee begonnen zijn, waar u alle vragen over het internet kunt stellen aan ons. Dat is een klacht die we terug horen van heel veel mensen. Die zeggen, nou, ik voel kennelijk buiten het protocol. En dan weten ze niet wat ze met me aan moeten. En dan kun je keer op keer dezelfde klachten indienen, want die wordt gewoon niet opgelost. Ja, nou, dat protocol heeft een hele belangrijke reden. Ik begrijp dat voor sommige klanten die zelf ook goed snappen wat er aan de hand is, is dat vervelend dat je eerst moet kijken of de stekker in de computer zit. En agents te helpen om dat op een duidelijke manier te kunnen doen. Nou, als u hier kijkt, ziet u geen mensen zitten die hier met scripts werken. Wij werken niet met scripts, wij werken niet met protocollen. Wij luisteren naar klanten, wij proberen zich in de situatie van de klant te verplaatsen en zo tot een oplossing te komen. En niet, zeg maar, alles proberen in standaard systemen en in standaard scripts te duwen. Dus u werkt hier niet met protocollen? Nee. Niet met scripts. Niet met scripts. Nee. Ik denk dat u de enige provider in Nederland bent. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Kunt u daar niet lezingen en seminars over gaan organiseren waarbij u die andere providers dat gaat uitleggen? De andere provider. Nou, laten we maar vooral concentreren op wat hier gebeurt. Nou, begrijp ik heel goed dat u niks naars over Telfort wil zeggen, want hetzelfde bedrijf is allemaal KPN. Maar ik kan me zo voorstellen dat er wel eens van die directieuitjes zijn waarbij u bent uitgenodigd en de directeur van Telfort en die van KPN. Wordt er dan nog wel eens een beetje lacherig gedaan op zo'n bedrijfsuitje over dit soort resultaten? Of? Lacherig gedaan over dit soort resultaten? Ja, nee, zegt tegen zeg maar de directeur van Telfort zich... Nee, het enige wat ik uitstraal tijdens dat soort uitjes is trots over de resultaten die wij bereiken. Maar ik ga me zeker niet afzetten tegenover de resultaten van KPN of Telfort. En nu hebben wij zoiets, jongens, schouders eronder. En we gaan gewoon, blijven gewoon die verbeteringen doen. Ja, nou, dat geldt ook voor die provider-test. We gaan hem denk ik volgend jaar herhalen. Hoe gaat u er dan uitkomen?
Als ik de test zie, waarschijnlijk wel in de buurt van het hele groepje. Maar het is wel mijn ambitie om niet onderaan te bungelen, mevrouw Aartsenberg. Nee, dicht bij Access for All. Het liefst zo dicht mogelijk bij Access for All, ja. Want ik vermoed dat die volgend jaar weer op nummer 1 staan. Daar worden geen grappen over gemaakt. Nee, echt niet? Nee. Bij de Tros zouden we daar geheid hele harde grappen over maken. Ja, nee, dat doet u niet. Nou ja, ik concentreer me op wat hier gebeurt. Dat is ook belangrijk. Dat begrijp ik. U heeft het goed gedaan. Gefeliciteerd met de uitkomst van onze enquête. Merci.